Marseille course. De meest uitdagende course van alle wedstrijdbanen die we hier hebben. Hoorde ik al van teamgenootjes. En ik heb hem vandaag uitgetest. Nou, dat kan ik wel bevestigen. Grote drukverschillen, flinke shifts. Tussen race 2 en 3 brak mijn mast. Echt vlak voor de start. Het is me toch nog gelukt om dat zo snel mogelijk om te kunnen wisselen. Dat ik gelukkig niks heb gemist. De race daarna was mijn beste race zelfs. Dus, Ja, sowieso zijn de omstandigheden echt super tricky. Dus je moet je ogen open houden. En ja, je ziet eigenlijk gelijk, iedereen is echt knijterhard aan het pushen. Dus ja, het is gewoon echt hard vechten voor je plek. En ik heb mijn best gedaan. Dit mooie bergmassief hier zo. En eigenlijk komt de wind recht op die berg af. En wij zitten recht achter de berg. Dus hij moet een kant kiezen, links of rechts eromheen. Nou, hij heeft vandaag gekozen linksom, dus hij komt over het land, over de stad. Nou, dat zorgt gewoon voor dat hij aan en uit gaat en wegvalt en dan weer heel hard terugkomt. En je hebt een eiland waar we dichterbij varen vaak. En dat kan ook veel effecten geven op de wind. Dus al die effecten maken de wind onstabiel door de hele baai heen, ja. Ja, redelijke dag denk ik. We hadden 1 minder goede pot en 2 wel redelijk goede potten. We hebben 4 fleet race dagen en dan 1 medal race dag. Dus nog best wat dagen te gaan. En dit was de eerste dag. Dat zegt nog allemaal niet zo heel veel. Nog een hoop races te gaan.